De Formule 1 is weer terug en dat betekent ook dat de Formule 1-update weer terug is. Er gaat dit weekend gereist worden op het circuit van Spa-Francorchamps. Onze man te plaatsen is Ronald Vording. Uh, Ronald, yo, hoe is de stemming daar? Ja, dolle boel hè. Heel zweervol achter mij, zoals ja. je kunt zien. Volgens mij heb je, heb je een iets beter uitzicht, toch? Ja, nee, klopt. Als ik de camera om zou draaien. Maar goed, dat doen we om allerlei uh, regeltjes maar even niet. Maar dan, uh, dan zie ik hier stadfinish en de stadlicht en alles. Ik zit namelijk in een van de... De, de commentaarcabines die aan het mediacentrum vastzitten. Dus ik heb mooi beeld. De mensen thuis zien, uh, zien niet de gebruikelijke uh, foto, maar die zien gewoon een uh, saaie witte muur. Een ja, hele uh, rechte technisch gedoe. Um, ja, uh, vertel het maar. Wie heb je vandaag allemaal gesproken? Zullen we beginnen met Max? Ja, ja, ja prima. Max, uh, hij, was, uh, hij, was, hij was goed te pas. Ook sowieso logisch, denk ik. Omdat... Uh, dit zijn favoriete circuit is natuurlijk. Maar ik moet zeggen, iedereen in de paddock wel opgewekt. Iedereen is er toch wel weer uh, behoorlijk klaar voor. Zin om te gaan racen. Wat wel grappig is, uh, iedereen werd ook gevraagd. Ja, wat hebben jullie nou gedaan in die, in die zomerstop? En dat bleek dat bijna het halve veld, nou ja, overdrijf ik iets. Maar bijna het halve veld uh, in het Griekse eiland Mykonos uh, was geweest. Uh, George Russell en zijn vriendin die hadden daar iets geboekt. Hij zei, ja, toen zaten we daar. Toen uh, kwam ik er ineens achter dat Latifi er ook zat. Leclerc zat er ook, Stroll kwam er ook nog, dus hij zei ja dan wil ik eigenlijk een keer het hoofd leegmaken zonder, uh, zonder Formule 1 en dan word ik nog met alle collega's uh, geconfronteerd. Maar nee ja, iedereen is weer fit, iedereen is, uh, is klaar om te gaan en ja zeker op zo'n iconisch circuit heeft ook iedereen er uh, bijzonder veel zin ja. in. Niet, niet iedereen zat op Mykonos trouwens, uh, Lennon Norris die zat in Kroatië, daar kwam hij even een fan tegen, maar goed, dat ging op de zijde. Uh, <laughs> ja, Max Verstappen is er weer klaar voor, zei je. Um, toch had hij vandaag, of ja, misschien wel eerder deze week, uh, maar het werd vandaag bekend, uh, wel even slecht nieuws voor de Limburger. Ja, nou ja, uh, hij deed ons geloven dat het echt vandaag was, want de Nederlandse mediasessie was voor dat bericht aan. En toen zei hij nog van ja, ik weet het eigenlijk niet, ik heb nog geen nieuws te melden. Maar daarna werd bekend dat, uh, dat de Honda motor die Max in Silverstone heeft gebruikt, dus ja, met de crash met Hamilton natuurlijk, dat die is afgeschreven, ik heb nog even een navraag gedaan uh, bij Honda en ook bij het team van Red Bull, en de woordvoerders van Honda lieten aan mij weten van ja, het klopt. Uh, en bij beide auto's, die van Max van Silverstone is weg. En die van PRS, zijn crash in Hongarije, is ook weg. Uh, dus dat is een streep door de rekening. Omdat ze dan toch vroeg of laat een, een gridstraf moeten incasseren. Nou ja, ik vroeg ook meteen van: Hebben jullie al een idee van, van de plannen waar je dat zou willen doen? Monza wordt veel genoemd, hè, waar ze dat dan misschien doen. Maar Max zei: Ja, dat moeten we nog goed bekijken. Want ik heb nu net een relatief nieuwe motor erin zitten. Dus we moeten kijken of we dat de Monza doen of, of later. Daar konden ze nog geen uh, uitsluitsel over geven. Wat Max al wel aangaf, is dat hij de, de hele regelgeving niet erg fijn vindt. Ja, kijk, mensen zeggen natuurlijk, ja, logisch. Hij is nu zelf de dupe. Maar hij keek ook naar Ferrari bijvoorbeeld. En hij zei: Ja, we hebben nu al een paar keer gezien dat een team behoorlijk hard geraakt wordt met een crash. Ten eerste ben je uitgeschakeld in die race. Ten tweede, als de motor afgeschreven is, loop je tegen een grits eraf aan. En ten derde. Uh, je krijgt een enorme kostenpost, waardoor je onder het budgetcap minder kan uitgeven aan de doorontwikkeling. En hij zegt, ja, daar moet de Formule 1 toch eens een keer naar kijken. Ik vroeg hem ook nog uh, naar het voorstel van Mattia Binotto. Hè? Die zei al van, ja, iemand die schuldig is, moet die schade volledig betalen. Nou, Max wilde daar nog niet uh, heel expliciet op ingaan. Maar hij zei wel, dit moeten we onderling eens een keer bespreken en eens een keer op de, op de agenda zien te krijgen. Ja, ik zag vandaag ook een quote van uh, Sebastian Vettel. Die vond dat er wel eens gekeken mag worden naar het uh, brandstofreglement. Ja, niet gek naar zijn disqualificatie uh, nee, op de maar, maar, maar goed, kijk, wat Max wel zei. Stel, je doet dat met wat Binotto voorstelt, dat je anderen laat betalen. Hij zei, ja, dat scheelt denk ik wel een hoop lompe acties in de openingsronde. Hm. Ja, weet je, dat ziet hij als iets positiefs. De mensen thuis kunnen zeggen, ja, dan gaan ze minder risico nemen. En dus minder amusementswaarde. Dus daar zitten twee kanten aan dat verhaal. Ik kan me voorstellen dat VOM. Uh, er niet heel erg blij van wordt. Maar goed, uh, dat moet vroeg of laat een keer besproken worden. Ja, uh, goed. Eerst maar even door naar dit weekend dan. Uh, de Grand Prix van België. De thuisrace van, uh, ja, een van de twee thuisraces nu... <laughs> op rij voor Max Verstappen. Ja. Uh, het is een lievelingscircuit... maar uh, ja, het geluk is er nog niet echt aan zijn zijde geweest, hè? Nee, nee, of dat is eigenlijk ook tweeledig dat verhaal. Kijk, het is een deel geluk. En dat heeft hij niet gehad. Hè? Iedereen kan zich nog wel hier in vlakbij, een paar honderd meter verderop, uh, Lassour's herinneren in de sandwich bij de Ferrari. En toen verderop de quote uh, na afloop van, nou, als zij, rij, als zij mijn race verneuken, dan doe ik dat andersom ook. Weet je, kijk, dat zijn gevalletjes pech. Maar het is niet helemaal pech, omdat deze layout tot dusver ook niet echt bij Red Bull paste. Uh, Spa, iets minder dan Monza, maar goed. Spa is er wel een redelijk power circuit. En ze kwamen natuurlijk altijd motorvermogen tekort. Dus daardoor was het weliswaar de favoriete baan van Max. Maar zeker niet de beste baan voor Max. Nou ja, ik vroeg hem vanmiddag nog. Ik zei: Ja, hoe zit dat nu? Hoe schat jij Honda versus Mercedes qua puur vermogen in? En toen zei hij: Ja, het is natuurlijk een stuk beter dan de voorbije jaren. Dus we zijn sowieso competitiever. Maar ik denk dat die Mercedes-motor nog altijd wel net, net iets uh, extra's heeft. Dus dat wij op de rechte stukken nog wel wat gaan verliezen. Maar goed, als ik uit het raam kijk, het is uh, behoorlijk bewolkt nu vandaag viel het mee. Maar de weergoden gaan ook wel een rol spelen. Dus ik, ik zei ook tegen Max, van ja, weet je, als je dan vermogen tekort komt, dan hoop jij waarschijnlijk op regen, want dan komt het meer op de, op de coureur aan. Maar dat, dat was toch niet helemaal zo. Hij zei, ja, dat maakt mij eigenlijk niks uit, want je hebt gelijk dat het meer op de coureur aankomt. Maar aan de andere kant is de risicofactor veel hoger. En ja, hij heeft natuurlijk een competitieve auto. Hij staat normaal gesproken wel vooraan. Dus hij zit niet op risico te wachten. En al helemaal niet na wat er in Hongarije en Silverstone is gebeurd. Dus ik krijg de indruk dat hij vooral een, uh, een clean weekend wil hebben. En als het in het droge is, nou ja, dan maar in het droge. Mm, ja, uh, Verstappen mag dit weekend in de achtervolging op Lewis Hamilton. Ja, vlak voor de zomerstop uh, stond hij daar op het podium uh, in Hongarije totaal uitgeput. Long COVID uh, vermoedde hij. Is hij weer helemaal fit na de zomerstop? Ja, ja, dat wel. Maar over long COVID ging het vandaag nog wel. Uh, want zei hij, ja, weet je, ik, ik was toch niet helemaal fit. En in dat opzicht kwam die zomerstop wel als geroepen. Ik was ook wel even toe aan een uh, break. Uh, maar hij voegde hem meteen toe, ik heb die zomerstop ook optimaal benut. Ik heb er alles aan gedaan om nog fitter te worden dan dat ik al was. En de klachten van Hongarije zijn volgens hem uh, nu voor goed verleden tijd. Hij vreest niet meer voor dergelijke uh, gevolgen. Dus hij is er klaar voor. Mercedes is er ook klaar voor. Want ja, we hadden het net over uh, crashes van Max en de pech die hij heeft gehad. Maar los daarvan lijkt Mercedes ook echt wel een, een stap te hebben gezet in Silverstone en uh, Hongarije. Dus qua raw pace zit Mercedes er ook een stuk beter bij door dat pakket aan upgrades. En dat, herken, dat herkende Lewis Hamilton vandaag ook wel. Hij kruipt normaal in de underdog rol, maar nu gaf hij gewoon toe van ja, het klopte, wij hebben een goede stap gezet. En hij zei, een soort zaken, wat de Duitsers noemen. Hij zei, uh, wij gaan in de tweede seizoenshelft nog wel een goede stap zetten. Nou, die stap zal niet meer van de upgrades komen, want Toto Wolf heeft al aangegeven, ja, dat, dat heeft hij eerder dit jaar ook gedaan. Maar hij heeft nu echt aangegeven, er komen geen upgrades meer voor de, voor de W12, de auto van dit jaar. Dus die stap waar Lewis het over heeft, zal dan echt vanuit het team moeten komen. De auto beter begrijpen, betere uitvoering, dat soort dingen. En hij verwacht dat daar nog wel wat meer in het vat zit bij Mercedes. Ja, um, het is officieel nog altijd de vraag uh, wie er volgend jaar naast hem zit uh, als teamgenoot. Ik heb vandaag even die persconferentie zitten kijken. Walter uh, uh, Bottles en George Russell, de twee kandidaten, zaten daar naast elkaar. Ja. Volgens mij weten zij al wie volgend jaar de teamgenoot van Hamilton wordt of niet? Ja, die indruk heb ik ook. Kijk, beide coureurs hebben om te beginnen al gezegd: wij willen onze toekomstplannen duidelijk hebben in de zomerstop. Nou, dat is formeel nog niet zo. Maar wat zij in die persconferentie hier continu zeiden is. We've got no news to share, dus om te delen. Maar ja, geen nieuws kunnen delen of geen nieuws hebben, dat zijn natuurlijk twee hele verschillende dingen. En daarna kwam er, ja, er werd ook letterlijk naar gevraagd aan Bottas van, uh, ja, maar huh? hoe zit dat dan? Heb jij geen nieuws of mag je niet naar buiten brengen? En toen zei Bottas, ja, daar ga ik niet op in. Nou, dat zegt in mijn artikel al genoeg. Hij zei, ik hoef geen reden te geven. En er kwam een soort slip of de toon van. Ja, misschien weet ik het al wel. Nou ja, ik denk dat we dat misschien wel kunnen weghalen. En dat ze het allebei wel, uh, wel weten. Maar dat het alleen niet naar buiten mag. Het is trouwens wel grappig. We het net over Lewis Hamilton. En eerst werd door de Tote Wolf heel stellig ontkend dat Lewis inspraak zou krijgen. Of dat hij mee mocht praten over wie er naast hem komt zitten. En nu gaf Lewis vandaag zelf toe dat hij zei... ja, ik heb daar toch wel met Toto over gesproken. Hij kent mijn voorkeur, uh, dat is natuurlijk Bottas. Hij zei ook weer, de working relation is better than ever before. Dus uh, beste teamgenoot, et cetera, et cetera. Uh, maar hij heeft daar wel degelijk met Toto over gesproken. En uh, ja, hij rekent er ook een beetje op dat Toto daar, uh, daar rekening mee houdt. Wat dat dan ook mag betekenen. Wat wel bekend is geworden vandaag. Uh, Fernando Alonso gaat ook volgend jaar bij uh, Alpine. Ja... Niet echt, uh, niet echt nieuwswaardig te noemen, hè? Want uh, volgens mij had hij het vorig jaar bij zijn rentree. had hij het al over 2022. Dus uh, ja, niet heel spannend nieuws, denk ik. Nee, kijk, daar zat ik gewoon een optie in. En sowieso is het een beetje een no-brainer. omdat Alonso juist terugkeerde. voor dat nieuwe nee. reglement. Sterker nog, hij heeft eraan gedacht om dit jaar helemaal nog niet terug te keren. maar om pas volgend jaar in te stappen. als dat grondeffect uh, weer, weer van kracht is. Dus ja, weet je, het is heel logisch, zeker omdat het goed gaat, en zijn leeftijd nog niet echt een rol lijkt te spelen. Is het heel logisch dat, dat, dat beide partijen door willen? Hij zei ook van ja, we waren er heel snel uit. Ik heb ook niet met andere teams gesproken. Het was puur focus op Alpine, want daar ben ik gelukkig. Dus nee, het was een beetje een, een no-brainer. Wat ik wel leuker vond, trouwens, in die persconferentie, is dat ze van Alpine natuurlijk ook met die Formule 1 auto op uh, Le Mans gereden hebben. En daar zijn er beide coureurs van van, nou. Oh, Misschien ook niet zo'n gek idee voor de, voor de Formule 1. Alonso zei zelfs van ja, in mijn optiek hoeft er helemaal niet veel te gebeuren: hè, qua, qua veiligheid en maatregelen en dergelijke. Dus wij zouden dat gewoon kunnen doen en dat leek hem eigenlijk wel wat. Ja, volgens mij zei hij alleen: de baan is op sommige punten een beetje smal. Ja, ik weet niet waar hij dan gereden heeft. Ja, maar ik kan het zeggen, volgende week gaat hij naar Zandvoort en wil ik hem ook wel eens horen. Precies. Uh, ja, voordat het er zover is, over is uh, volgende week op Zandvoort, eerst maar eens morgen de vrije training. Uh, twee vragen. Hoe laat beginnen we? En uh, ja, je had het al even over het weer. Wat kunnen we verwachten? Belgische Ardennen, hè? dat is altijd wisselvallig. Ja. ja, nou, we beginnen om die, met die eerste vraag van jou ook te beginnen. We, we starten morgen met de eerste training om uh, half twaalf. Dus dan kunnen de, kunnen de mensen al op de tribunes uh, plaatsnemen. Veel oranje verwacht ik hier wel te zien. Uh, en qua weer, ja, dan moeten ze ook denk ik oranje poncho's meenemen. Want uh, voor alle drie de actiedagen is er wel wat, wat regen voorspeld. En dat maakt het wel interessant. Het is een extra dimensie voor de teams. Hè? Want wat doe je qua afstelling? Max zei ook van, ja, weet je, normaal is dit uh, medium downforce, misschien uh, low downforce. Als je wat risico durft te nemen. Maar ja, weet je, als het gaat regenen, wat ga je dan doen? Ik sprak toevallig ook net nog met een uh, chief engineer van, van Haas. En ja, die zei ook van, ja, weet je, dit is heel tricky. Maar voor ons, hè, wij, we staan normaal kansloos achteraan. Voor ons zijn dat unieke mogelijkheden. Dus die zien juist kansen. En voor Red Bull en Mercedes is er veel te verliezen. Maar goed, uh, laten we eerst maar eens zien hoe ze hier mogen beginnen. Maar voor iedere dag kans op regen. Laat ik het daarbij houden. Sowieso wel een bijzonder weekend voor, uh, voor Haas. Vooral voor Mick Schumacher. Hij rijdt dit weekend op het circuit waar zijn vader um, 30 jaar geleden in... Deze auto zijn Formule 1 debuut maakte. Wat mij betreft nog altijd de mooiste Formule 1 auto van alle tijden. Goed, uh, tot zover. Uh, morgen zijn we er weer. Dan gaan we uh, terugblikken op de beide vrije trainingen. Ik zeg uh, veel plezier daar en uh, tot morgen.